Ronald Hooghart mag zich niet uitgeven als vertegenwoordiger van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, CLO. Dit haalde Michael Miskin, secretaris-generaal van de CLO, gisteren aan tijdens een interview met onze nieuwsdienst. Miskin zegt dat ook hij zich niet mag uitgeven als vertegenwoordiger van de CLO. Hij wijst erop dat Hooghart namens de CLO praat, terwijl een groot deel van het bestuur niet meer achter hem staat. Miskin ziet Hooghart dus niet als een vertegenwoordiger van het bestuur. Hij zegt van, die andere mensen zijn weg, hij heeft 5 bestuursleden en de statuten zeggen dat hij met 5 bestuursleden dus het bestuur nog kan vormen. Dus hij zegt van, hij is het bestuur. Maar dat is hij niet. Het bestuur bestaat uit 14 personen. Het collectief bestaat uit 8 bestuursleden. Dus 8 bestuursleden hebben een motie van wantrouwen tegen hem genomen. We hebben dat ondertekend. 1 bestuurslid is neutraal en 4 bestuursleden staan achter hem. En natuurlijk, als je gaat kijken wie die bestuursleden zijn, 1 is een zoon, 1 is een neef, 1 noemen we stiefzoon. En de andere persoon is, is een mevrouw, waarmee hij dus in een bestuur samen zit. Miskin haalde verder aan dat er bemiddelingsgesprekken met Hooghart zijn gevoerd over zijn vertrek. Deze bemiddelingspoging is door prominenten in de samenleving ondernomen. Echter bleek na deze gesprekken dat Hooghart niet bereid was te vertrekken. Maar alle mensen zeggen van meneer Hooghart, u kunt niet blijven, u moet vertrekken, houd de eer aan uzelf. Het enige waarover we nog willen praten is onder welke condities gaat u vertrekken. Dus dat is dus de inzet geweest van deze 2 prominenten uit de samenleving die dus hebben gepoogd om een bijdrage te leveren. Meneer Hooghart moest aan de tweede persoon nog een lijst doen toekomen van onder welke voorwaarden hij zou willen vertrekken. Dat is nog niet gebeurd, maar intussen heeft dus de president van de Republiek Suriname zelf het initiatief genomen om ook te bemiddelen. En er is al 1 bemiddelingsgesprek geweest, dat is dinsdag vorige week geweest, waarbij de president, de minister van Buitenlandse Zaken, mijn persoon en meneer Hooghart aanwezig waren. Het gesprek heeft 2 uren geduurd. Na dat gesprek heeft de president aangegeven dat de minister van Buitenlandse Zaken verder gaat trekken aan deze bemiddeling. En dat er dus one-on-one gesprekken gaan komen. Dus one-on-one met meneer Hooghart, one-on-one met mij. En dan gaan we kijken of men ergens een oplossing kan vinden. Michael Miskin, secretaris-generaal van de CLO. Hooghart zou volgens hem ook hebben aangegeven niet naar verkiezingen te willen gaan, maar zijn termijn als voorzitter gewoon te zullen uitzitten. Miskin zegt dat via hun advocaten Hooghart gedwongen zou worden verkiezingen te houden.